Ik denk dat we door de coronacrisis beter of meer dan ooit zijn gaan inzien hoe belangrijk mentale gezondheid is. En ook werkgevers worden zich steeds meer bewust van de rol die zij hebben en die zij kunnen spelen in die mentale gezondheid van werknemers. En vanuit AWVN ondersteunen we ze actief. We hebben een handreiking opgesteld samen met experts vanuit verschillende perspectieven die praktische tips geven aan leidinggevenden en aan HR-professionals. We focussen overigens ook niet alleen op preventie, hoe belangrijk dat ook is, maar toch doen we dat niet alleen. Want we zetten ons ook echt in voor het creëren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor die mensen met een psychische kwetsbaarheid. We organiseren ook sessies, zoals Samen Sterk zonder Stigma, waarin we bewust die onbewuste vooroordelen proberen te weerleggen. Maar we zien ook als werkgevers die eerste plaatsing, als die gerealiseerd is, dat de koudwatervrees ook echt verdwenen is. En één ding weet ik zeker, en dat weten we allemaal zeker: mentale gezondheid is gebaat bij werk. En dus mobiliseren wij steeds meer werkgevers om dat uiteindelijk ook te realiseren. En natuurlijk, we zijn er nog lang niet. Maar ik vind dat er ook goed nieuws is. De werkgevers waarbij deze doelgroep, mensen met een kwetsbare gezondheid aan het werk zijn, die houden die mensen vast. En dat is ontzettend belangrijk in deze tijd. En bovendien, niet eerder hebben werkgevers zoveel aandacht gehad voor de mentale gezondheid van de werknemers. En ik weet zeker dat we daar op lange termijn de vruchten van gaan plukken.